Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Een tijd terug kreeg ik van iemand een zeer interessante vraag. Die iemand vroeg mij: waarom gebruik je nu, als je glas gaat laseren, zwarte temperaverf? En als je acryl gaat laseren, een metalen plaat met daarop grijze gespoten primer. Natuurlijk kan ik uitleggen, en dat heb ik ook gedaan, dat voor mij de werkwijze zoals ik die gebruikte simpelweg werkte en daarom dat ook de methode van keuze is. Maar achteraf dacht ik natuurlijk, dat is best wel een hele interessante vraag, want temperaverf is erg gemakkelijk te verwijderen aan de hand van water, dat is namelijk waterverf. Dus ook maar eens gaan kijken op YouTube. En daar waren daadwerkelijk wat mensen die acryl met temperaverf laserden. Nou is mij niet bekend, want die video's zijn vaak tot zeg maar de mislukkingen eruit gefilterd worden en dergelijke. Het is mij niet bekend wat de kwaliteit daarvan is. Had ik ook al tegen die man aangegeven dat ik het wel een interessante vraag vond en ik zeker van plan was om daar een video over te gaan maken. Dat ga ik vandaag doen. Ik ga vandaag dus proberen acryl te laseren en dat ga ik doen door middel van opbrengen van temperaverf, zwarte temperaverf. Eerst even over, want er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zich afvragen, ja, waarom doe je dat dan niet zonder verf? Nou, dat is eigenlijk relatief simpel. Diodelasers, en ik heb diodelasers, ik weet niet hoe dat met u is, maar diodelasers hebben een golflengte waarop ze laseren, waardoor ze niet door doorzichtige materialen laseren. Daar gaat eigenlijk de laser dwars doorheen, dus hij brengt geen afdruk op dat materiaal. Daarom dat er dus een kleur achter moet zijn. Ik zie ook mensen die gewone verf gebruikten. Met name in Amerika gebruiken ze dat Rustolenium. Nou ja, goed. Dat is een merk. Rustolium heet het zo. Dat is een merk. Ja, het nadeel daarvan is dat je zeg maar het achteraf moet gaan verwijderen. En verf verwijderen is niet het meest makkelijke en scheen of schone proces. En dat is met temperaverf een stuk makkelijker omdat het waterverf is. Dus vandaar dat temperaverf een hele interessante keuze zou kunnen zijn. Nu kunnen we twee dingen doen. En dat ga ik vooraf alvast vertellen. Ik kan de temperaverf aanbrengen op de acryllaag. Dat ga ik sowieso doen. Normaal zou ik dat doen met een compressor met een spuitverf toevoeging op die compressor. En dan in een paar lagen. Echter, het weer is al dagen en gaat ook de komende weken heel erg slecht zijn. Waardoor ik eigenlijk binnen moet werken. Dat betekent dat ik zeg maar met de kwasttemperaverf ga aanbrengen. Dat is op zich niet het meest ideale, want hoe egaler de laag is, hoe egaler ook de kwaliteit van de laserafdruk eruit gaat komen. Je kunt twee dingen doen. Je kan zeg maar die temperaverf aanbrengen en dan op de bovenkant gaan laseren. Op dat moment zul je waarschijnlijk in spiegelbeeld gaan laseren. Waarom? Omdat het mooier is dat als je die acrylplaat gaat verlichten, om dan tegen de ongelezerde kant aan te kijken. Dus dat wil zeggen dat hetgene wat gelezen is, wat dus bovenop lag tijdens het laseren, aan de achterkant komt te zitten en dan moet je dus de afbeelding spiegelen. Maar wat je ook kan doen, en dat is een techniek die ik gebruikt heb bij het testen op glas voor iemand. Je kan ook simpelweg de temperalaag aan de onderkant doen, dan ook focussen aan de onderkant van de acrylplaat en dan gewoon normaal in het positief laseren. Dat heeft een bijkomend voordeel en dat bijkomend voordeel is dat zeg maar als je dus zoals in mijn in dit geval de temperaverf met de kwast gaat aanbrengen, dan gaat de laag gaat niet egaal zijn. Dat kan eigenlijk niet. Dat kan je wel met die compressor regelen, maar niet op deze manier. Zou je van bovenaf erop laseren, zeg maar, dus dat die temperalaag bovenop zit, dan ben je dus eigenlijk door die in verschillende dikte laag heen aan het laseren, waardoor je kwaliteitsverschil gaat zien in de laserlaag. Doordat je zeg maar nu echt die acrylplaat om gaat draaien, laser je in feite
op de gladde kanten. De gladde kant is de kant van de acrylplaat, zeg maar. Ja, ik weet niet of dat zin maakt wat ik hier zeg, maar dat is wat je doet. Ik ga nog een klein ander dingetje doen. Ik ga ook ietsjes van de bodem afleggen. Dus ik ga zeg maar de hoeken wat verhogen. Zodat hij ook niet direct weerkaatsing krijgt van een metalen plaat die eronder ligt. Maar ik ga er wel een metalen plaat onder leggen, anders dan verknal ik mijn werk met misschien. Goed, dat procedé ga ik doen en we gaan kijken wat daaruit gaat komen. Ik wens je alvast heel veel plezier bij deze video. Goed. Wat ik ga gebruiken is een fotolijstje. Dat zijn pakketjes die ik heb en heb ik er meerdere van. Dus als je geïnteresseerd bent, mag je daarover contact met me opnemen. Afstofdoekje. Een fotolijstje met daarin ingebouwd LED-verlichting. Met een USB-snoer eraan. En het allerbelangrijkste in dit geval natuurlijk de plaat met acryl. Acryl is erg gevoelig voor vingerafdrukken. Vandaar dat ik op dit moment ook maar even één kant van de bescherming eraf haal. Dus ik pak de acryl eruit. Heeft een beschermlaag aan beide kanten zitten. En ik ga slechts één kant verwijderen. De andere kant laat ik dus lang op zitten. En die kant waarop ik hem verwijder, daar ga ik tempera-verf aanbrengen. Zwarte tempera-verf. Dit kun je bij allerlei winkels kopen. Deze komt van Big Bazaar af. Maar ik denk dat zelfs Action het heeft. Ik heb geen idee, ik denk het wel. En dan ga ik aanbrengen met een sponskwastje. Met een behoorlijke laag, zodat het dekkend is. Dat is het allerbelangrijkste in dit geval. Nou, ik ga eventjes dat laagje eraf halen. Dat is even pielen. Dus vandaar dat ik het eventjes zonder camera doe. Zo, die laag is eraf. Ik probeer te vermijden dat ik met mijn vingers op die laag terechtkom. Ik pak nu de zwarte tempera verf. Giet het een en ander daarvan over mijn object. En ik ga met de kwast proberen een dekkende laag aan te brengen. En dat is moeilijk genoeg, want je moet het heel lichtjes doen. Want tempera verf veeg je er ook zo weer af. En doordat ik dus de gladde kant laser, dus van boven, vanaf de doorzichtige kant naar de achterzijde toe, is de dikte niet zo heel belangrijk op dit moment, zolang het maar dekkend is. En je zult zeggen, zo verbruik je wel heel veel tempera-verf, maar weet je, zo'n potje, zo'n flesje tempera-verf, en ik doe daar al meer dan een jaar mee, kost, ik dacht, €4,95 als ik het goed heb. Je begrijpt, dat is niet het meest extreme en het meest onoverkomelijke in de wereld. Af en toe zie je even mijn hoofd voor de camera verschijnen. Simpelweg omdat ik even van boven wil kijken hoe het zit met doorzichtigheid. Of ik daar nog dingen zie die ik daaraan moet veranderen. Dit is aardig goed. Ja, nu krijg je het verhaal dat je het dus moet laten drogen. Je kan dat eventueel doen met een heat gun. Op dat moment zal het sneller droog zijn. Ik moet sowieso nog naar het ontwerp gaan kijken. En dus laat ik het rustig drogen zoals dat gewoon normaal gebeurt. Ik kom bij je terug zodra als ik een ontwerp heb. Dit is eigenlijk simpel werk in Lightburn. Ik ga dat dus niet laten zien. Ik ga iets leuks downloaden, iets kijken waar ik iets leuks van kan maken. En dan ga ik in Lightburn zetten. Ik ga je wel natuurlijk straks de instellingen vertellen die ik ga gebruiken. Maar het is gewoon een afbeelding zoals je hem op hout zou lezen of wat dan ook. Want meer is het eigenlijk niet. Ik zou geen foto nemen. Dat wil ik er wel gelijk bij zeggen. Ik zou echt iets meer van een soort van pentekening of zoiets dergelijks. Dat zou ik doen. Ik ben zo meteen bij je terug als we verder gaan met dit project. Zo, de plaat is bijna droog. Je kan dat zien overigens, daarom dat ik het stukje video ook erin doe.
Aan het doffe gedeelte, dat is droog, en het glanzende gedeelte, dat is nog nat. En daar moeten we op wachten. Als dat eenmaal gedroogd is, dan kunnen we gaan kijken of dit laserbaar gaat zijn op deze manier. Het eerste wat we nu moeten doen is wederom de folie van de andere kant van het acryl afhalen. Dat ga ik weer even doen zonder de camera, want dat is een beetje pielen. Ik ga wel proberen daarbij dus de vlakke kanten van het acryl niet aan te raken. Oh, dan gaan we naar de laser. Ik zei al, eerst een metalen plaat in het bed. Dat is om de houten plaat te beschermen. Daarbovenop ga ik een kleine verhoging maken. Dat doe ik met kleine plastic bakjes. Die hoef je er niet speciaal voor te bestellen, hoor. Het is alleen maar iets dat je afstand kunt maken tussen het acryl en de metalen plaat. Dat is niet per se noodzakelijk. Maar ik wil kijken of dat de kwaliteit ten goede komt of niet. En ik heb toevallig deze bakjes. Die heb ik vanwege het werken met epoxyhars. Deze zijn daar veel te klein voor. Maar die had ik besteld. En dat ik dacht dat dat de goede maat zou zijn. Nou, die waren verkeerd. Maar dat maakt niet uit. Kan ik mooi hiervoor gebruiken. Ik ga hiervan een klein bedje maken. Daar ga ik de acrylplaat op leggen. Met de beschilderde zijde aan de onderkant. En dat ga ik nu heel eventjes doen. Tot zo. Zo, het acryl ligt op de metalen plaat. Tijd om de computer op te starten, Lightburn op te starten en dan te gaan kijken of we zeg maar kunnen markeren waar de laser dit gaat maken. En dat ga ik nu even doen, even zorgen dat hij precies keurig in het midden ligt. Dat doe je dus met de kaderfunctie in Lightburn. En dan kunnen we zometeen gaan beginnen. Ik kan nu alvast vertellen welke instellingen ik ga gebruiken. Dat worden 3000 mm per minuut en 45% power. Dat zijn de instellingen die ik normaal gesproken bij acryl gebruik, maar dan met grijze primer op die metalen plaat. Ik hoop dat dat niet te heftig is, of misschien te weinig is, dat gaan we vanzelf zien. Maar ik moet ergens beginnen en dat wordt dus 3000 mm per minuut en 45%. Ik ga eerst zorgen dat die keurig in het centrum komt te liggen. Zo, het object ligt klaar. Je moet natuurlijk ook nog even focussen. Dat is ook heel belangrijk. Focussen doen we niet op de bovenkant van het materiaal, maar op de onderkant van het materiaal in dit geval. We gebruiken geen air assist, wel even afzuiging. Ik ga de bekasting dichtmaken en ik ga beginnen met de laseractie. We gaan straks zien hoe die eronder vandaan komt. Zo, het proces is klaar. We gaan de omkasting openmaken. En ik kan zien, en dat ga ik er gelijk even uithalen, dan zal ik je dat laten zien, dat er staat in elk geval een afdruk op. De vraag is alleen even hoe goed, hoe niet goed. En ik kan nu al zeggen, ik zie er dus plekken waar hij het zwart heeft weggelezen en waarschijnlijk te heet gelezen is. Dat kan ik pas definitief gaan vaststellen op het moment dat ik hem onder het water heb gehouden. Ik zal het je even van dichtbij proberen te laten zien. We zien bijvoorbeeld hier zo'n plek waar dat gebeurd is. Ik ga hem onder het water houden. We gaan zien wat daar uit tevoorschijn komt. Oké, waterkraan open. Dat is eigenlijk alles wat er moet gebeuren. En laten spoelen. Niet meer en niet minder dan dat. En we zien in feite al dat de verf zich oplost. Ik moet het even een beetje gaan nahelpen met de hand. Daartoe ga ik de camera lekker laten lopen. En op sommige plekken is het wat meer barstig. Helaas moet ik daarbij dus wel nu de plaat aanraken. Dat is niet de bedoeling, maar voilà. Het moet. Oké. Ik ga dit even verder opruimen.
En dan ben ik zo weer bij je terug. Ja, lieve vrienden, ik weet niet of u dat kunt zien. Ik ga het proberen wat dichterbij te houden. We zien al die zwarte vlekken, die zijn er ingebrand door de power die gegeven is. Dit is dus wel voor verbetering vatbaar. Dit is niet goed natuurlijk, maar zou ik hier de power verlaagd hebben naar misschien 20%, misschien nog iets minder, dan zou dat er wel aardig uit zijn gekomen. Echter, wat me nog het meeste, ik weet niet, dat kan je zo op deze manier niet echt heel goed zien hoor. Maar de afbeelding is er een beetje vaag opgekomen. We gaan het resultaat daarvan nu zometeen zien. Want ik ga natuurlijk het lijstje eromheen doen en de verlichting aanzetten. Kijken hoe het uitpakt. Nou, het eindresultaat. We zien dus die enorme, blinde plekken als het ware. Waar dus het materiaal weggelezen is. Door het schoonmaken zijn er nu ook krassen opgekomen. Dat is een van de redenen waarom ik dit liever niet met tempera verf doe. Afbeelding, het gaat. Maar ik ben niet overtuigd. Dit is eigenlijk de reden waarom ik dus grijze primer gebruik en geen tempera verf. Omdat de meeste video's die ik hierover zie, dus werken met grijze primer op een metalen plaat. Het gaat dus wel, zoals je ziet. Ik vind ook de lijnen best delicaat, best aardig. Alleen de afdruk is niet groot. We krijgen problemen met de warmte, dus met de power. Dat is het tweede. En het derde is, we krijgen krassen op het acryl. Doordat we het onder de waterkraan moeten gaan schoonmaken en dan moeten gaan droogwrijven, krijgen we krassen. En dat probleem heb ik dus niet als ik grijze primer gebruik. Want wat dan achterblijft is eigenlijk dat ik de metalen plaat schoon moet maken. Dus niet de acrylplaat, die blijft zoals die is, maar de metalen plaat. Het was toch de test waard. Geen zorgen, dit lijstje is niet weg. Ik heb nog voldoende acrylplaten hier liggen om deze acrylplaat te vervangen. Desalniettemin, leuke test. Aardig om te doen. En ik hoop dat je er iets van geleerd hebt. Tot de volgende keer. Dag.